15 augustus 2011, om een uur of 6. Ik ben lekker aangekomen, om 3 uur ingeboekt bij Cold Tulip in Epe. Voor een reis naar het verleden in de Veluwe van Gelderland, waar ik meer dan 60 jaar geleden ben opgevangen als Rotterdams straatjochie uit Krooswijk, om aan te sterken na de hongerwinter van 1944. Het was ongeveer 1948 dat ik hier aankwam bij een boerderij op de Ravenstraat bij Oene in de buurt. Kijk waar mijn fiets nou staat. Ik loop er naartoe. Hier is de receptie. En waar mijn fiets nu staat, daar heb ik mijn hotelkamer. Dat is geweldig, met een terrasje voor de deur. Dat is genieten. Dan ga ik mijn fietstochtje maken naar de overzijde van de Delweg. Het is 15 augustus 2011 en ik maak wat opname. De schitterende heidevelden die daar zijn. Nou, dat is een prachtig gezicht. Dan loop ik heel even door. In de verte zie je de bomen en daarachter is de schaapskooi. Ik vertoef hier omdat ik meer dan 60 jaar geleden opgevangen ben in de boerderij als Rotterdams leekneusje. Die nogal mager was na de hongerwinter van de hongerwinter van 1944. Het is een gewild object, de fotograaf, dus ik ben niet de enige die dit allemaal vastlegt. Hier is het toegangspad vanaf de Boerweg. Dan kijken we hier in het bos, waar ontzettend veel bosbessen staan. En hier kijken we richting Tongeren. Is dit zo? Ik kan een heel verhaal vertellen. Vroeger struinden we hier toen ik klein was en ik opgevangen werd in de boerderij op de Ravenstraat, nummer 11. Als klein jongetje, een bleekneusje uit Rotterdam, die uitgemergeld hier kwam om aan te sterken. En struinden we heerlijk door de heide. Ik had zoiets nog nooit gezien. Ik was toen een jaar of 4 à 5 jaar. Ik zit nu aan het Apeldoornse kanaal, zit ik een poosje te vissen. En het is 15 augustus 2011. Aan de overkant van het Apeldoornse kanaal is Huuk, gemeente Epe, en dat is Oene, noemen ze dat. En de boerderij die je in de verte ziet, daar ben ik omstreeks 1948 en 1949 opgevangen in een boerderij als bleekneusje uit Rotterdam vandaan, een klein jongetje. Ik woon in de Dirk-Smitstraat in Krooswijk. Ja, nu is het helemaal veranderd. Je ziet nu ook een vrachtwagen voorbij gaan en nog een vrachtwagen. Nou, dat was in die tijd anders. Alles moest gelopen worden. En toen ik 4, 5 jaar oud was, zat ik op dezelfde plek te vissen in Epe, waar ik dus opgevangen werd in de boerderij van Steenwoord. Helmer Steenwoord had verkering met mijn zus Sjaan
in de Dirk Smitstraat, Sjaan van Hoek en Helmich was gelegerd als marionier in de marionierskazerne in Rotterdam-Kralingen, bij het Toepad. Aan de overkant, waar je nu die auto ziet komen aanrijden, is de Ravenstraat. Daar was de boerderij aangelegen en eigenlijk nog, alleen het is nu al in woonhuis verbouwd. Dat zal ik straks even laten zien. 15 augustus 2011. Ik sta hier in Epe, richting Oene. En dat is de Ravenstraat nummer 11. Hier ben ik toen ik 4 jaar was. Ik ben nu 68. Na de oorlog als Rotterdams bleekneusje opgevangen geweest in deze boerderij. Dit is op de hoek van de Blaakweg. Ik was toen ongeveer 4-5 jaar oud. En ik mocht hier vertoeven om aan te sterken. Omdat ik zo vermagerd was. Ik vind het geweldig dat die mensen... De boerderij was toen van Steenboord. Familie Steenboord, opa en oma. En Helmich was een zoon die verkering had met mijn zus, Sjaan van Hoek. En Helmich zat in Kralingen als marionier gelegen. Als er straks vragen betreffende op mag komen. Ik loop even een rondje. Oh ja, aan de zijkant. Waar je nu die stoel ziet staan, was ongeveer de waterpomp destijds. Nou, nu hoor je motormaaien in de verte. Nou, dat was toen helemaal geen sprake. Alles werd toen met de hand, met een zeisje wat gedaan. Dat er zelfs nog geen rol maaien was, handmaaien. Hier loopt hij aan de zijkant, hier loopt de Blaakweg op, om even te laten zien hoe het er toen uitzag. Achterin is de schuur, achter het wasgoed, en daar was, ja, er zat even een vlieg op me aan. Daar was de hooischuur, waar we dan ondergebracht werden om te slapen. Ik loop nu eventjes langs de achterkant bij de tuin. Dan laat ik nog even verder. Ik had nog een hooischuur trouwens. Loop ik zo'n pad op. We komen aan de achterkant. Met een enorm veld. Waar we toen konden spelen. In mijn herinnering was het toen een grote tuin. Waar je gewoon zelf alles kon verbouwen. Nu staat er een speeltoestel. En... hier liepen dus de koeien en de kalveren, varkens, kippen. En hier is de achtererf met de schuur nog, waar we toen sliepen. Je ziet, het is helemaal verbouwd. Het was toen oorspronkelijk nog een oude boerderij. Er zit nu een familie in die kunsten. Ik dacht schilder of zo. Hier is dan verder het landelijk gebied. De Ravenstraat. Hier zit je aan de achterkant van de Ravenstraat. In de vet zie je nog een pony staan. Ja, je ziet, ook nu hangt er natuurlijk nog wel eens goed, want dat moet nog steeds gebeuren om het heerlijk droog te krijgen. Ik laat even zien hoe het vroeger eruit zag. Dit is het nieuw gebouw. Ik werd hier van opgevangen als 5-jarig kind, omdat ik een bleekneusje uit Rotterdam was, die aan moest sterken na het bombardement en de hongerwinter in Rotterdam. Zo zag ongeveer de boerderij er toen uit, die de vergelijking.
is nu, dit is nummer 9 waar we staan, een Ravenstraat. En daarnaast is dus nummer 11 waar ik toen werd opgevangen. Bij de familie Steenwoord. Die toen gelukkig mij hebben verzorgd om aan te sterken. Dus ik sta hier op de Ravenstraat. Nummer 11 in Epe, waar ik als 5-jarig ventje ben opgevangen geweest op deze boerderij. Dat is een woning met heel veel hooischuur, bijgebouwen en enorm landerijen. Het is misschien leuk om even te laten zien waar vroeger de geitenstal was, dat is nog overgebleven. De rest is bijna allemaal verbouwd. En ik laat het even. Ik ben hier dus op het erf van de familie die nu hier woont. En hier woonde vroeger de Steenwoord. Opa en oma Steenwoord, waar ik ben opgevangen in 1948. Ik maak even een rondje. Dat heeft een indruk wat een enorm landrijk gebied dat was. Met koeien, varkens, schapen, kippen. Alles was voorhanden. Het was voor mij een paradijs om te komen, want ik was een uitgehongerd ventje na de oorlog, mager. En dit was gewoon een paradijs na de hongerwinter. Ik loop niet naar de geitenstal. Dat is misschien wel leuk om het even te laten zien. Dat is nog overgebleven. De rest is bijna allemaal verbouwd. Ik moet even bukken. Dat is... wordt als een soort opslagplaats nu gebruikt. De familie. Die doet veel houtopslag voor de open haard. Nou, hier gaan we even rustig naar binnen. Ik blijf het licht rustig proberen te meten. Ja, zie je, dus allemaal opslag met planken. Ja, en hier zijn we dus bij de oude geitenstal. Kijken of ik het licht aan kan krijgen. Nee, die doet het dus niet. Nou ja, het geeft in ieder geval een indruk. Dit was de ingang. Ik ga er weer uit. En dan loop ik nog even een rondje in de tuin. Ik heb natuurlijk al laten zien aan de buitenkant. En het erf langs de randen. Ik ben nu echt aan de binnenkant. Ook nu nog worden de groenten verbouwd door deze familie. In navolging wat vroeger natuurlijk ook al gebeurde. Een beetje. Nou, een waterton. Zie ik er staan. Leuk prieeltje. Hier. Ik denk met een zitje. Naar het woonhuis. Nou, daarnet had je al de hooischuur gezien. Dan loop ik even naar voren. Nou, hier stak een pijpje uit. Vorige keer, maar dat is inmiddels alweer dichtgemaakt, zie ik. En nou, hier stonden ook ontzettend veel fruitbomen in die tijd. Nou, pruimenbomen, appelbomen, perenbomen. Maar waagden het niet om daar in de boom zelf iets uit te halen, want dat was niet gewend. Nee, je moest echt alleen maar het gevallen fruit met plekjes en toestanden, dat mocht je oprapen en daar mocht je van eten. En dan moest je nog eens toestemming vragen. Ja, zuinigheid was ook in Epe. Nou, hier hebben ze nu een afwateringssysteem. Maar volgens mij heeft dat ook te maken met die waterput, want het grondwater staat hier nogal hoog. Hier was ergens
de waterpomp destijds. Nou, ik laat maar even zien hoe het eruit zag. Ik ga straks weer terug naar mijn hotel. En dan morgen probeer ik de springetjes vast te leggen. Met de beekjes, met schoon water waar ik vroeger uit dronk. Maar ik hoorde net van iemand dat het nou niet meer zo schoon is. Dus ik durf er niet meer uit te drinken. We staan hier op de Oost-Ravenstraat. Bij het beekje met een bruggetje in Epe. Van Waterschap de Veluwe. En dit zijn de sprengen. Die komen oorspronkelijk. Het zijn de beekjes waar ik vroeger dan uit kon drinken. Toen de tijd was het heel erg schoon. Maar het is nu iets meer vervuild. Er is een project gestart. Waardoor het water opgevangen wordt. Waarbij het Apeldoorns kanaal in een riviertje. En terug gaat in de bekken bij de dellen in de buurt. En dat duurt een aantal jaren. Dat er dan weer schoon water wordt gebruikt. Kraanwater wordt gebruikt voor de bewoners. Ik kan je niet voorstellen dat ik dus ruim 60 jaar geleden hier was. Als ik wandelde in de bossen in Epe. Als jongetje opgevangen in een boerderij. Als bleekneusje. En dan liepen we dwars door de bossen erheen. En dan kon je zo uit de beekjes heerlijk vers water drinken. In het water schijnt ook koper te zitten. Want er is een kopermolen te vinden in Epe. Die een soort bemaling doet waar het koper dan eruit werd gehaald. Dat is meen ik bij de Verloren Beek of bij het Huke End. We zijn hier met een project bezig om het water in bekkertjes op te slaan. In het soort natuurgebied. En dan kan je zien dat er veel gedaan wordt door de gemeente Epe om een prachtig natuurgebied en gebruik te maken van die beken in als een soort natuurrecreatiegebied. Maar eigenlijk is de tweede verboden, want ze zijn er volop bezig om het aan te leggen. Ik loop eventjes naar de iets verderop bij het beekje hier waar ik tot sta. Je ziet dat het water stromen onder het bruggetje door. En daar gaat het de weg onder door. En vervolgens het zo weg. Dwars door Epe heen. En de natuurgebieden en boeren en landschap.